Woehoe! Hallo en welkom bij mijn piepshow. Hier praat ik elke week met jou over seks, liefde en je lichaam. Heb jij nou een vraag? Laat het me weten, want misschien zoek ik het wel voor je uit. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat. Mocht je wel geabonneerd zijn, druk even op het belletje, want dan blijf je op de hoogte. Vandaag hebben we het over witte afscheiding. Dit betekent eigenlijk het normaal. Tada! Behandel je vagina als een plant. Ik heb denk ik elke dag wel te maken met witte afscheiding. Niet altijd heel veel, soms is het gewoon een drupje. Elke keer kijk ik ernaar en dan denk ik, ja, dan moet ik het dan maar weer weg gaan vegen. En dan pak ik mijn zeep weer en dan schep ik het er een soort van uit. Maar er blijft altijd wel wat liggen. Ik heb ook altijd het idee dat je het ruikt. Naarmate de dag vordert, zeg maar. Het is iets wat niet zoveel besproken wordt. Bij biologie leer je, ik weet niet hoeveel, over kinderen maken en ongesteldheid. Maar 0,0 over het reinigingsmechanisme van je vagina. Want dat is het uiteindelijk. Witte afscheiding is puur natuur, afvalstof van je vagina. Want die moet zichzelf schoonhouden. Doet ze heel goed. Ze moet er alleen wel wat voor naar buiten laten druppen. En dat is dan die witte afscheiding. Ik geef jou 3 tips, zodat je de witte afscheiding de baas wordt. Maar eerst wil ik weten, wat zijn jouw ervaringen met witte afscheiding? Hallo. Hey, zeg, wat is witte afscheiding? Witte vloeistof die uit je vagina komt. Dat vind je vaak in je onderbroek. En hoe ziet het eruit? Over het algemeen is het een beetje een witte of ja, een beetje doorzichtig. Ja, een soort slijmachtig. En hoe ruikt het? Kan wel heel erg ruiken, ja. Het ligt een beetje aan als je, of je zeg maar onlangs nog gedoucht hebt. Soms heeft het geen geur. Mm-hmm. En soms ja, ruikt het gewoon niet zo fris. En wat voor kleuren heeft het? Ik hoop bij iedereen gewoon wit. Als ik tussentijdse bloedingen heb een beetje, dan is het iets lichtbruinachtig. Ik heb wel eens gelezen dat het geel kan zijn of zelfs een beetje groenachtig. Witte afscheiding is een hele normale verschijning. Je hebt echt niks om je zorgen over te maken. Maar als de afscheiding er anders uit gaat zien, kan dit duiden op een schimmelinfectie of een verstoring van de bacteriën in je vagina. Daarom tip 1, weet hoe normale afscheiding eruit hoort te zien. Goedemorgen klas, we gaan het vandaag hebben over normale witte afscheiding. Want wanneer is afscheiding normaal? Ik ga je dat laten zien aan de hand van de normaalverdeling. En deze kan je misschien nog herkennen vanuit wiskunde. Niet wegklikken, het wordt niet zo saai als wiskunde was vroeger. Maar heel erg leerzaam, want de normaalverdeling wordt ook gebruikt in de natuur. En je kan er heel makkelijk mee aangeven wanneer dingen afwijken en wanneer niet. Dit betekent eigenlijk het normaal. Normale afscheiding, het is wit, kleurloos en geurloos. Anyway, als je deze hebt, weet je dat je eigenlijk goed zit. Maar het kan ook vervelend worden. En dan weet je dat er iets aan de hand is. Hoe weet je dat nou? Als het afwijkt van het normaal. En dit is het normaal, dus hoe verder je van de lijn verwijderd bent, hoe meer afwijking er is. Als hij geel of groen is, is het niet goed. Aan de andere kant kan er ook wat aan de hand zijn, want je hebt hier een bijvoorbeeld bruine kleur of een rode kleur. Wacht niet langer, bel gelijk die huisarts van je. Je ziet dus dat in het midden er een heel groot deel is wat oké is, wat normaal is, wat prima is. En dat kan wit en kleurloos zijn, maar het kan ook zich een beetje vermengen met nou, iets geler, iets bruin-roder. Als je bijvoorbeeld een soort wisselvallige ongesteldheid hebt, dat kan allemaal voorkomen. Het kan zich namelijk mengen. En wat ook nog wel belangrijk om te vertellen is dat afscheiding te maken heeft met je cyclus. Dus het kan een ene keer heel veel zijn en een andere keer wat minder of helemaal niet. Of dus ook een beetje van kleur wisselen. Als je maar weet, binnen deze lijnen, wees safe. Hoe vaak heb jij hier dit? Dagelijks. Een paar keer in de week, maar niet dat er echt heel veel komt of zo. Eigenlijk niet heel erg vaak. En hou je ook nog rekening met kleding? Nee. Soms als ik iets kans draag, dan komt het er zeg maar door. Ik kan een extra onderbroek meenemen, maar als je heel veel last van hebt, dan moet je er misschien wel 6 meenemen. Dan voel ik het gewoon zo echt aan mijn benen zitten. Wat doe je als je 's ochtends naar de wc gaat en je ziet wit afscheiding? Dan denk ik, eeuw. En dan haal ik het eraf. Oh ja, dan doe ik gewoon een inlegkuisje in. Wanneer zit het er meer? Ik heb vooral rondom mijn ongesteldheid wordt het dan iets meer. Soms heb ik als ik wandel dat het meer wordt. Maar dan heb ik ook bij ongesteld zijn gewoon dat door bewegingen dat het eruit loopt. Dan soms aan het eind van de dag is het superveel. Mm-hmm. Soms valt het mee. Wat is jouw tip tegen afscheiding? Draag inlegkruisjes. Schaam je er niet over? Mocht het nou zijn dat het een ander kleurtje heeft, ga dan naar de huisarts. Kijk, daar kunnen we wat mee. En met jou kunnen we ook wat, absoluut. Want jij kan hier in het luik komen te staan als je naar de link in de beschrijving van deze video gaat en je aanmeldt. Dan gaan we nu door naar tip 2.
Verandering van witte afscheiding kan komen door te veel hygiëne. En daarom tip 2, water is je allerbeste vriend. Als het gaat om de verzorging van je vagina, dan is de keuze reuze. Google maar eens, je krijgt allerlei producten. Ik heb hier een lekker frisruikend jelletje. Maar je hebt ook moesjes, je hebt zelfs een deodorant voor je vagina. En dit is niet alleen voor je oksels. En intieme doekjes. Er is zo ongelooflijk veel te vinden. Maar ik wil je echt op het hart drukken, gebruik dit allemaal niet. En wel om de volgende reden. Je hebt vast wel eens de uitdrukking gehoord dat je vagina als een bloem is. En eigenlijk klopt dit best wel. Ik heb hier namelijk 2 hele mooie bloempjes. Die nog even uit moeten komen. Je hoeft je vagina, net als een bloem, alleen te behandelen en te verzorgen met water. Geen kokend water. Lauw warm water is genoeg. Wanneer je je vagina namelijk verzorgt met allerlei producten, dan kan het zelfs zo zijn dat je de balans in je vagina verstoort, omdat je dus eigenlijk ongewenste bacteriën toevoegt aan een zelfreinigend orgaan. En dat kan niet alleen irritatie, jeuk of een vervelend gevoel opleveren. Het kan er ook voor zorgen dat je zelfs meer afscheiding krijgt. En dat willen we nou juist niet, dacht ik. Of wel? Die doet echt helemaal niks. Je snapt het idee. Behandel je vagina als een plant of een bloem. Met heel veel liefde, respect en water. Lauwwarm het liefst. Vaginale afscheiding heeft een belangrijke functie. Het ruimt dode cellen en bacteriën op, zodat de vagina schoon blijft en de kans op infecties klein blijft. Maar hoeveel afscheiding je hebt, kan per vrouw verschillen. En heb je hier nou heel erg veel last van? Tip 3, draag luchtige kleding. Welkom bij de grote afscheidingsfashion show. Het enige dat je kan doen als je veel witte afscheiding hebt, is luchtige kleding dragen en katoenen ondergoed. We laten 3 looks zien die geschikt zijn tegen witte afscheiding. Daar heb je de eerste look. Oh, wat prachtig! Model Emma draagt een losse trainingsbroek. Dit is uitermate geschikt tegen witte afscheiding. Als je strakke kleding draagt, zorgt je lichaam dat je meer afscheiding aanmaakt. Ga dus voor los! Ah, nou, daar is ze weer hoor. En wat een lookje. Lekker. Losjes. En dus goed tegen afscheiding. Als je heel erg veel last hebt van ruikende afscheiding, kun je ook inlegkruisjes gebruiken. Doe dit alleen als je er erg last van hebt. En zorg dat je hem om de 4 uur verwisselt. Anders kan het ervoor zorgen dat de afscheiding verergert. Bah. Nou, daar is ons model weer. En het is tijd voor het moment suprême. Weer een heerlijke losse look. Maar er is meer. Tada! Katoenen ondergoed is de go-to als je last hebt van afscheiding. Het voorkomt grote hoeveelheden en is ook nog eens vet comfy. Ja, ga maar meid, dat is wel weer goed. Stress kan ook een reden zijn voor afscheiding. Als je het wat meer hebt, misschien moet je dan eens proberen om je te ontspannen voor de verandering. Gewoon even lekker een maskertje doen. Of een theetje drinken met een onverklaarbare vreemde bloem die ik gebruikt heb om de vagina uit te beelden. Als je dan toch zo lekker ontspannen bent. Vergeet dan niet te abonneren. Shit, dat wil ik ook nog zeggen. Vergeet niet te abonneren. Oké, nu mag ik wel echt.